Beste Rikkertje, brief, gedoe, einde bericht, van ditto. Zal ik voortaan ook mijn video zo beginnen? Yo Nintendo fans, video, kijk, like en abonneer, van Rikkertje. Vandaag gaan we bazen nakken in Nieuw Neonië. Die van zone 1 hebben we al gepakt, dus nu gaan we naar die van zone 2. En dat doen we natuurlijk met het bazenteam Mario, Steve, Red en Rikkerbloem. Wij gaan de bazen even slopen, want wij zijn allemaal hoger dan level 35. Dus we gaan dit proberen. En de eerste baas is deze consolekoning. Red die zet even een valletje. Mario die doet even cool. Steve en Red krijgen wat hyperstrooisel. Dan gaan we jongen, pak deze consolekoning. Oké, hij gaat gelijk even hulp inroepen. Dat is helemaal niet de bedoeling, vriendjes. Laat mij even een orkaan op je bakken gooien dan. Kom op, val die consolekoning aan. Hatsakide. Ja, oké, hij is bijna down, denk ik. Ik weet niet of hij mij gaat schieten. Hij gaat helemaal niemand schieten, want hij is kapot. Let's go, orkaan eroverheen. Nice. Pak aan. Lekker. Kom op, Brad. Waarom helpen we elkaar niet? We moeten elkaar meer helpen, jongens. Kijk, ze gaan weer een robot krijgen. Gaat hij weer maken? Ah, maar ja, we gaan ze wel slopen, jongen. We slopen die consoles. Beetje zonde wel van de computers, maar we gaan ze kapot maken. We gaan met z'n allen Brad helpen. Kijk. Hoppakee, robotje is weg. Oh, hij valt ons nu ook aan. Oké. Jij begint opeens stoer te doen. Dan begin ik vuur te blazen op jouw hoofd. Hij is voor bijna de helft kapot nu, jongens. Let's go. Nice. Even wat strooisel gebruiken. Ik denk niet dat het nodig is dat ik de schuilplaats inga nu. Want het gaat allemaal best wel goed tot nu toe. Ik kan ook gewoon lekker aanvallen. Ik hoef niet te healen. Het lijkt me wel leuk om al deze bazen te gaan verslaan. Om te kijken of we dat kunnen fixen. Dus laat weten in de comments of je dat wil zien. Of jou dat tof lijkt. Want dit zijn wel de ultieme bazen in Miitopia natuurlijk. Hier in Nieuw Neonië. Dus als we deze kunnen verslaan, dan kunnen we denk ik iedereen verslaan. Epona komt ook even helpen. Hartstikke idee. Oké, we worden aangevallen nu. Red legt even een val. Ik denk dat het dan misschien... Geen tijd is toch... Nee, ik dacht dat het tijd was om een schild neer te leggen. Maar dat hoeft dan toch niet. Want ik hoorde in mijn oortie dat die andere gast verslagen is. Die kleine robot die wordt opgeroepen door deze gast. Rawr! Hij is bijna kapot, jongens. Deze consolekoning die gaat geen probleem opleveren, denk ik. Kijk, Mario die doet echt altijd van die superharde aanvallen, jongen. Dat is echt gestoord. I love Mario. Oh ja, lekker consoletje. Wordt bijna genakt. En dit is maar één battle, dus ik kan rustig al mijn strooisel gewoon opmaken. Daar komt Mario weer. Oh, wacht even, Steve. Je moet nou wel even... Nee, we moeten even die andere aan... Nee, jongens, we hadden hun aan moeten vallen. Nou ja, maakt ook niet uit. Ik dacht dat hij mij misschien in één keer zou slopen. Die gekke robot. Maar Dart valt gelukkig mee. Misschien heb ik ze nu allebei tegelijk. Ah, nee, ik heb alleen de robot. En hij maakt gelijk weer een nieuwe robot. Red doet even een rotsenregentje. Mario die slaat de console. En dan is het nu de beurt aan Steve, denk ik strakjes. Oh nee, ik mag weer. Nou, dan is dit het einde van de consolekoning. Lekker! Lekker, Stevie. Oh, je gaat jezelf healen. Oké. We hoeven alleen nog deze enemy even te slopen. Dan zijn we er, hè. Red die gaat er ook even vandoor. Nou, oké. We nemen onze tijd voor deze laatste vijand. Zullen Epona en ik het dan even fixen? Bam! Ja, bakkes, vriend. Lekker hoor. En dat is dan de eerste vijand hier in Nieuw Neonië. 11.000 XP per persoon. Mario ging een level omhoog. Eens even kijken of we deze haveloze bloem kunnen fixen. Dat zou super chill zijn. Geel, geel, geel. Nee. Mimikyu die wil een nieuw pakje. Ja, we moeten natuurlijk wel Mimikyu alles geven wat hij wil. Mimikyu is nieuw in ons team, onze 11. Dat ziet er echt super grappig uit. Ik kan mezelf wel dit zilveren blad geven. Nou, ik kan ook nog even doorsparen. Oké, nu gaan we de baas in zone 3 fixen. En dan ben ik wel benieuwd eigenlijk wat Bowser hier ook doet. Misschien weet een van jullie dat, wat hij hier doet. Ik heb geen idee, maar misschien is hij de ultieme baas of zo van de game. Nu moeten we tegen deze twee gigantische blobbers. Kikker koning en kikker koningin. Ik denk dat het sowieso slim is om ons allemaal even een schildje te geven. Hypermodus voor Red en voor Steve. En daar gaan we, jongen. Daar gaan we. Gigantische kikkers moeten we even kapot maken. Die zijn echt super groot, jongen. Mario en Rikkertje zijn hun schild inmiddels kwijt. Oh, maar kijk, die koning en die koningin die gaan heel hard kapot. Lekker. Nice. Oké, ik weet niet. Die ene is nu echt aan het inademen of zo. Alsof die strakjes echt een gigantische klap gaat uitdelen. Oh, die andere ook. Oké, ik begin lichtelijk zenuwachtig te worden. Let's go, orkaantje. Pak hem, Steve. Oh,
Oké, dit valt mee. Nou, de jumpies die vallen mee van hun. Red die doet een aanval. Mario doet weer een gigantische aanval. Dat zwarte gat is zo sterk, jongen. Kijk, dit. Oeh, dit zag er wel intens uit. Oh, ja, ik ga straks even healen, denk ik. Oh, Steve gaat ons healen. Als Steve ons gaat healen, dan ga ik gewoon aanvallen natuurlijk. Hoppakee, die ene is al weg. Lekker. Nee, niet mij kapot maken. Lekker, Steve. Oh, Steve is echt net op tijd. En de relatie tussen Steve en Red wordt nog beter. Level 37. Wat? Rotsenregen. Oh, Mario en Epona die vinden elkaar lief. Daardoor krijgt Mario wat magic points erbij. En ik denk dat Mario het gaat afmaken. Oh, nog net niet. Gaat Steve het afmaken? Pap, 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 pap. Ook niet. Ga ik het afmaken? Whee! Ja, ja, ja. Lekker. De kikkerkoning en de kikkerkoningin zijn ook kapot. Dit ging sneller dan die console eigenlijk. Deze vond ik makkelijker dan die van daarnet. 2100 mensen is gered. Meer HP strooizelty. Meer MP strooizelty. Oh nee, nee, nee. Niet iemand van mijn team. Niet iemand van mijn team. Nee, Mario is ziek. Ah, dit is een groot probleem. Ik geef KK Slider even een nieuw pakje. Want ja, die heeft ook nog niet zoveel. Ja, een mooi snoepgoed pakje of zo. Maar wie moet ik nu meenemen? Mijn beste maat Mario, die is weg. Misschien Shadow? Oh man, maar Shadow is echt nog maar level 24, jongens. Dit is de baas van zone 4. En wat is dat? Het is een... Oh, het is een gigantische draak. Oh nee, ik hou mijn hart vast voor Shadow, jongens. Oh jee. Ik geef in ieder geval iedereen een schildje. Hypermodus voor Shadow en Steve. Gewoon voor iedereen. Iedereen in de hypermodus. En dan ga ik gewoon iedereen healen de hele tijd, denk ik. Kom op, Red. Pak die draak. Oké, iedereen zijn schild is al weg. Dan krijgt Shadow even een extra schild. En dan kan ik nu eigenlijk nog wel perfect aanvallen. Let's go, let's get in deze drakenkoning. Lekker Steve. Steve, ik bedoel Shadow doet wel echt 220 damage. Dat is wel echt veel. Dus wat dat betreft kan ik hem er prima bij hebben. En dan moet ik nu hierna gaan healen. Ik kan niks doen. Nee, ik moet even naar de schuilplek. Oké, weet je, dan moet ik gewoon mijn team even met strooisel gaan healen. Maakt niet uit, maakt niet uit. Geen probleem. Dit gaat goed komen. Let's go. Ben ik alweer oké? Ik ben alweer oké. Nice. Pak hem aan, Steve. 245 damage. Dat is heel veel. Shadow nu aan de beurt. Ik ga Shadow helpen. En hoeveel damage doen we? 231 plus 50. Dat is gewoon bijna 300. Heel sick. Wacht. Deze draak, jongen. Shadow is nu een beetje bang. Dus dan gooien we Shadow even in de schuilplek. Hyperstrooisel voor Steve. Let's go. Oké, kijk of dit goed kan komen. Hij heeft nog iets meer dan de helft van zijn HP. Kijk of als we dit zonder Mario gaan redden. Dat zou echt sick zijn, want Mario doet bij ons gewoon de beste damage. Shadow is er weer klaar voor, zo te zien. Red gaat aanvallen samen met mij. Met je mooie meloen outfit, Shadow. Oké, de draak gaat ons allemaal aanvallen. En nu gaat hij mij los aanvallen. Ben ik weer bang? Dat is wel een beetje vervelend. Want ik wil graag mijn team gaan healen, maar ja... Dat werkt steeds niet. Niet als ik steeds bang word. Dus even kijken of ik nu strakjes dan toch mijn team kan healen. Shadow gaat nu aanvallen. Die gaat keihard schieten. 73 plus 48. Ik had eigenlijk mijn hyper potion of mijn hyper poeder dus voor Shadow moeten bewaren. Maar goed. Hè? De drakenkoning is aan de beurt. Ik ga voor strooisel, want anders gaat iedereen dood. Ik had jullie allemaal zelf willen healen, maar die draak maakt mij steeds bang. Potverdorie. Mijn HP strooisel is wel bijna op nu, dus ik hoop niet dat die draak dit blijft doen. Anders wordt het wel een beetje irritant. Nu is Red even bang. Die moet even terug. Ja, deze draak die heeft er wel zin in, jongen. Deze draak die doet aardig zijn best. Bap. Lekker Steve. 200 HP damage. 70 aanval van Shadow. En Red is weer terug. Bam! Oké, daar gaat hij weer. Wie gaat hij nu bang maken? Hij gaat niemand bang maken. Dat betekent dat ik ga healen met mijn mega bloembad. En dan is iedereen weer vol. Bam, 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 bam. Lekker Shadow. Lekker Red. Nu is die draak weer aan de beurt. Oké. Ik kan nu Epona gebruiken, maar ik ga er gewoon voor zorgen dat mijn team gewoon lekker geheeld blijft. Dat er niemand doodgaat. En dan mag de rest van mijn team gewoon lekker de klappen gaan uitdelen. Als Mario hier nou nog bij was, dan zou het nog sneller gaan. Maar hey, Shadow doet het ook best prima. Oké, nu is Red bang. Ik ga weer lekker healen. Hartstikke idee. En mijn relatie met Shadow wordt daar ook weer lekker beter op. Lekker bezig, Steve. Ja, het gaat niet zo hard meer met de damage die we nu doen. Dat is misschien wel een beetje jammer. Het komt denk ik omdat mijn hyperstrooisel op is. Dus we moeten eigenlijk even speciale aanvallen gaan doen. Overleven Shadow. Lekker. Steve die helpt nu Shadow. Nice. Dan ga ik nu denk ik even aanvallen. Ja, want de drakenkoning is bijna kapot. Bijna. Kom op, Shadow. Pak hem. Maak hem kapot. Of Red. Ook goed.
Met z'n drieën. Bap, 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 bap. Ja hoor. De draak is kapot en we hebben dit gefixt zonder Mario. Nou, dan zal Shadow wel even leveltje omhoog gaan, denk ik. 5000 XP, dat is helemaal niet zo heel veel. Nou, dan laat ik Red een level omhoog gaan naar level 36. Lekker bezig, guys. Super nice. Zo hebben we gewoon even drie bazen weten te verslaan hier in Nieuw Neoni. In de volgende video gaan we kijken of we er nog meer kunnen verslaan. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel! We'll be right back.